Nou, ondanks dat het misschien nog niet zo eruit ziet, is het dit keer wel tijd voor een pretpark. Efteling dit keer. Ze zijn onderweg van het Efteling Hotel. Daar slapen we vanavond. Naar de ingang. Daar. Heb je ook nog daadwerkelijk de eerste? We zijn binnen hoor. En als eerste in het park, behalve de medewerkers dan, maar Nijltje in het tuiltje. Ik lust dat papier. Nou, op naar de baron. Efteling, zul je rust. Vrij weinig mensen tegengekomen. Nou, in de baron zaten we met z'n drieën voorin. En dat was het hele karretje. Sterker nog, in die pre-showzaal stonden we ook maar met z'n drieën. Dus dat was echt wel heel erg lekker. Nou, net in de Sirocco heet die volgens mij tegenwoordig. Ja, konden we ook zo aansluiten. Had ik even error, want de ingang van de wachtrij is tegenwoordig aan de andere kant. Maar goed, we gaan eens even bij Droomvlucht kijken. We zijn ondertussen alleen met deze meneer. Ja. Ja. Het is net of je een dagje samen weg bent. Want ja, stel je voor dat je als pubers bij je ouders moet blijven. Maar goed, die zien we voor het eten straks weer. Want ja, dat moeten ze wel blijven doen. Ik wil niet buiten zitten. Maar meneer Nijssen wil naar het witte paard. Het is wel een wonder dat we hier niet zijn begonnen. Ja. Een beetje af van traditie nu een keer. Ja, ja, dank u. Wil je niet drinken? Ja. Ik ben nog even aan bedenken wat. Allemaal wel lekker, hè? Keuzestress. Oh. Hier heb ik nog meer lekkere dingetjes. Red velvet cupcake, donuts. Ik denk dat ik voor een red velvet ding gaan. Ja. Nou, als je dat zou willen doen. Zo.
Oh, voor degene die het willen weten, dit is een trollenbol. Lijkt meer op een trollendrol. Zo. Wel leuk, hè? Wilt u verzamelen hiervan? Ja, kijk. We hebben lekker veel plek voor thuis. Heel dingen maken hoor, bovenop zolder. Oh ja, leuk. Slinkkamer. Ja. Houd je de volgende pot. Ik vind een langnek al top. Die beweegt ook. Nou, nog een extra kerstboom met allemaal Efteling ornamenten. Dat dagen we niet uit. Ik zag nog iets om mijn benen op te leggen. Nou, en poef. En poef. Gewonden. Ruikt het? Nee. Ik kan maar liggen. 3D-puzzel. Ja, dit staat op de ene. Is dat leuk? Ja. Blijf hier zitten, maar hartstikke leuk. De paarden moeten behouden blijven. We starten een petitie. Ja. We halen ervoor. Dat is toch gewoon een beetje raar. Wil je een varken? Die paard? Wil je op het grote paard? Kijk, er is blij wezen. Moet nagaan, dan gaat hij nog niet op zijn hardst. Ja. Nog niet. Ik denk dat die dierenvereniging blij moet zijn, want dichter bij een paard dan dit kom ik niet. Om op te rijden dan. Oh kijk, die gaan vanavond eten. Polles keuken. Voor de allereerste keer. Zelfs de bovenkant van Symbolica is gethematiseerd. Wist ik niet. Spannend, hè, schat? Ja. Curryworst. Voor de curryworsten. Lekker. Nou, en dit is dan een kleintje, jongens. Ja. Te groot zat? Ja. En er zit curry op. Lekker. Had je niet verwacht, hè? Nee. Nee. Lunch van vanmiddag. Hij lijkt er nog op ook. En gezellig showtje erbij, hè? Jokie en Jet. Nou, enig. Nou, wat liefjes. Oh.
Ik weet nog niet wat het was, of het nou een eendgans of ja, ik weet niet. Een andere watervogel is, maar ze waren wel schattig. Ja. Nergens mag het, hier willen ze het graag. Nou prima. Ja. Ga ik toeteren. Mer, mer. Oh ja, dat was het hoor, de halve zo. Past het? Nee. Echt, mijn ene beeld zit erop en de andere voor de helft. Maar, hoor je de muziek erbij? Je hebt twee stoeltjes. Als je het goed doet, dan kan het op beide. Nou gaan we hoor, met de eerste bocht. Dat mag niet, voor de vogels. Moet voor de vogels. Dat stond er. Rechtsaf. Ja. Ik raak ze de rem even aan. Niet remmen. Gas op die lolly. Konijnen. Ja, ze horen je. Ja. Even nog even. Ja, zie je, ze gaan weg. Ja. Je gaat te snel. Je komt snel te dicht bij anderen. Zou dat het zijn? Je moet afstand houden. Oh. Zet hem even op Adaptive Cruise Control. Daar staat hij op, dat is het probleem, denk ik. Oh, oh, daar komen de kippen. Ja, dit moet je gedaan hebben met je kind, hè. Lekker laten rijden. Blijf ze weer even stil. Ja, stil zijn dan. Daarna pas, hè. Nog meer kippen. Zit goed vol, die trein. Oh. Ze hadden hier een wasstraat van moeten maken. Zeker in de zomer. Ja. Je rijdt toch te snel, hè, iedere keer. Kom door de muziek, hè, dan ga je ze harder gas geven. Ja, dat is echt die bas die hier in. Tempo, dat hoort. Kijk, een show komt wel met grobbelair. Dat lust ik, dat weet ik. Vind ik heerlijk. Maar hier gaan ze met koffie. Nou, dat ziet er toch gewoon goed uit. Attractie dicht. Andere attractie ook dicht. Dit zie je normaal niet onder het water. Is toch geniaal dit? Goed, ik ben wel heel benieuwd wat er gebeurt als je dit nummer belt. Laten we daar eens achter komen. Nou, 0 Welkom bij Plus met een krul. Welkom at your service. Hoi hoi. Bouwmeester Pig is bezig met bouwen. Schilder Pig is busy building. Een momentje af te nemen. Ik verbind u door. Dit is toch geniaal? Thank you.
Dit huis, dit vervloekte huis, het is een hel gelijk. Nou, genoeg te kiezen uit het kookboek. Heel benieuwd wat de pannenkoek van de chef is. Dus dat gaan we even vragen. Drinken. Nou jongens, hoe het kindermenu? Nou, we hebben eten. Dat was een moeilijke keuze, maar ik ben uiteindelijk voor spek, kaas, ui gegaan. Wat heb jij nou aan? Een spek met kaas. Oeh. Jij, Kian? Appel kan niet meer rozijnen. Lekker. Ik ga doen zo. Jawel. Als hij er ook in. Stroopwafel met witte chocola. Lekker hoor. Nou, smakelijk, heren. Uiteraard gaan we niet weg zonder dat we een ijsje besteld te hebben. Je hebt drie opties. Je kan het kinderijsje bestellen. Je kan een damblanche soort van bestellen. Maar nee, wij gaan voor het familieijsje met z'n drieën. Vanille, aardbeien en chocoladeijs met vers fruit en slagroom. Ja, dat is een soeplepel. Ja, ook best mooi dat hier geen mensen verder lopen dan wij. Ja. Het is wel net lopen van Polles keuken. Maar, Noah, ja? Vond je van Polles keuken? Lekker. Ja? Ja, vind je. En jij? Ook lekker. Mooi zo. Andere meneer Nijssen? Wat zeg je? Ja hoor. Prima, akkoord. Goed, onderweg naar het hotel dus. En dan gaan we daar voor het eerst binnenstappen. Want we hebben nog nooit gedaan. Oeh, vogelrok is ook mooi. Nou, daar gaan we. Geen idee waar de rest. Oh, daar. Leuke tapijt zo ook. Oh, nou, we zijn er al. Het is een keer geen gang. Nou, daar zijn we hoor. Leuk met een bankje. En een bed. En bedden voor de jongens. Want we hebben expres een vijfpersoonskamer genomen. Omdat er dan een stapelbed in zit. Maar ook gewoon kijk hier. Een kattenlamp. Maar ik heb de muis ook al gezien. Jongens, we hebben een muis op de kamer. Ja. De muis op de kamer. Oh, ja. Grappig. Leuk hè? Mm-hmm. En de badkamer. Lekkere douche.
inloop. Kijk, dit is ook echt heel leuk. De tekst, die kun je dus gewoon lezen in de spiegel. Kijk niet te vaak over je schouder, wees trots, kijk vooruit en word geen dag ouder. Nou, als dat zo makkelijk was, hè? Hier nog een spiegeltje. En we hebben hier de vuilnisbakken, dat zijn schoenen. Ondertussen de volgende ochtend en we zitten lekker bij het ontbijt. Heb je lekker geslapen, jongens? Ja hoor. Heb jij ook lekker geslapen? Ja hoor. Ja, bedden slapen prima. Het is alleen echt super gehoorig hier. Maar goed, we gaan eens even beginnen. Dan zal ik eens even een rondje van buffet doen. Maar het is allemaal prima verzorgd hier. Snurkende reuzen in de omgeving? Nee, gelukkig niet. Brullende draken? Nee. Oh, kijk. En wat gaan jullie vandaag als eerste doen? Weet je dat al? Ja, en welke attractie doen we als eerste? Wat zei je? Ik hoor steeds baron. Ja. Oh, is het echt? Maar dat is toch helemaal niet handig? Dan heb je nu allemaal donuts en muffins en pannenkoeken en eitjes en broodjes en ja, kijk hier, allemaal suiker. Dan ga je in de ballon. Dan komt het er allemaal weer uit. Nu? Hoe hebben jullie daar geen last van dan? Nee. Worden jullie nooit misselijk in de achtbaan? Nee. Niet? Oh, dat is wel handig. Nee. Gaan jullie dan ook mee in de ballon? Nou, ik niet altijd hoor, bij mij valt het niet altijd goed. Dus, Oh, maar dan kunt u dan hebben er wat ervaring dan op de spullen en dan kunt u naar beneden gaan kijken of ze er naar beneden vallen. Inderdaad. En dan misschien nog een paar leuke foto's maken. Ja. Zeker. Ja. En gaat u wel mee in de ballon? Absoluut. 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 Ja hoor. Ja, u hoeft ook niet te gillen? Van plezier. Oh, van plezier. Ja, oh, ja. Dat is goed, hè? Ja, is het nu hard? Nee. Oh, ik heb ooit een keer naast een groot kapje in de baron gezeten en ze heeft zo hard gegild. Ik hoor nu nog steeds een piep in mijn oren. Ja, zo hard ging het. En toen zei ze daarna, maar ik was helemaal niet bang. Ja. Dat zeggen ze allemaal, hè? Ja. Het is ook niet erg om bang te zijn, natuurlijk. Maar dan moet je het maar toegeven, toch? Dat is veel makkelijker. Ja, dan kunnen ze de volgende keer je een beetje helpen. En niet bang zijn, niet bang zijn, maar nu weet ik het. Dank je wel. Heel veel plezier en eet smakelijk. Dank je. Hallo. Netjes opruimen. Dank u wel. Alsjeblieft. Dank u wel. Dank u. Ja. Ja. Dank u wel. Nou, omdat we gisteren alles al een paar keer gedaan hebben, gaan we maar eens hier kijken. Ja. Zo jammer dat die jongens niet mee willen. Wil je weer in de zwaantjes, net als vorige keer? Nee. Waarom niet? Oh, eekhoorn. Ja, daar. Eekhoorn. Squirrel. Ik weet niet waarom, maar die beesten roepen vakantiegevoelens bij mij op. Ik weet wel waarom trouwens, maar maakt niet uit. Leuke beestjes. Ja, niet alleen in Disney doen ze aan schuttingen. Efteling is ook lekker bezig. Alleen hier is meneer Beeg niet aan het werk, zo te zien. Ik zie geen telefoonnummer staan. Waar is hij? Oh, daar gaat hij, de eekhoorn. De eekhoorn. Oh, hij gaat naar binnen bij de paddenstoel. Ja hoor. Ziet hem zitten daar.
boze koningin al het land van de dode prins in haar bezit. Daar er al veel prinsen waren die met de trollenkoning. Nou, eens kijken of hij er zin in heeft. Moet ik hier nog iets doen? Hallo? Ik weet niet hoe het werkt. Is hij slaapje doen? Het is maandag, hè? Een dag vrij. 7 dagen werken is ook onmenselijk. Hè? Ja. Dat kan ook, dat het gewoon nog te vroeg is voor hem. We gaan er gezellig bij staan. Hij doet niet open. Tijd voor wat anders. We hebben lekker veel geduld vandaag. Oeh, gaan naar de papegaai. Papegaai. Hallo? Je kan gewoon topless in de Efteling. Welkom bij Vogelspotten met Linda. We zijn alle markten thuis hier, hè? Ja. We gaan genieten van die rust, hoor. En dan zijn vogeltjes die zo aan het chilpen zijn. En eekhoorntjes, dat doet dat. Gaan we lekker op. Nou, dan hebben we nog glurende mannetjes in huis. Heerlijk. Merkwaardige objecten in de boom hier. Dus als iemand zijn bezem kwijt is, daar ligt hij. Nou, een draakje. Een draakje. Nou, wat zou er nou gebeuren als we die kroon pakken? Anders raak je niet blij. Het ziet er wel gevaarlijk uit. Ja, dan wordt het dus een salamander met zijn formaat. Zo klink jij 's nachts ook wel eens. Nou, de sprookjesboom ook nog in diepe slaap. Kijk, van makken kunnen maken. Je hebt me vast wakker gemaakt voor een verhaaltje. Zeker. Voor we verder gaan, vertel eerst eens, hoe heet jij? Linda. Dat heb jij een grappige naam. Nou, dankjewel. Het zonnetje schijnt. Dat vind je vast net zo fijn als ik. Absoluut. Bij mezelf ben ik de tel kwijtgeraakt. Maar hoeveel jaar ben jij? 37. Ik wil niet nieuwsgierig lijken, maar hoe oud ben jij? 37. Oh, maar dat is nog lang niet zo oud als ik ben. Gelukkig. Jij lijkt mij wel iemand voor een verhaal over heks. Oh, zeker. Of toch liever eentje met rood kapje.
Kiesma. Heks. Heks. Eens even denken. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Zo heeft Draak ooit... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal. Ja, dat zijn geen kleintjes, kijk. Vind het water zijn ze mooi? Een hele schattige kleine mini donut met kaneelsuiker. Lijkt wel heel lekker. Nou, dichterbij dan een cruise gaan we van nu niet komen dan nee. Dit. Ja. Yeah. Op zoek naar de vijf vingers! Met de hartjesbrief. Nou, het is bijna 1:30 en ja. We gaan al richting huis. Ja. Gewoon even de blafhoed ophalen. Maar ja, het was gisteren niet druk. Ze hebben echt heel veel kunnen doen. En vandaag is het ietsjes drukker. Maar ja, gewoon de Joris en de Draak en de Python en de Vliegende Hollander. Die doen het allemaal niet. En die missen we toch wel heel erg. Ja. En dan ben je vrij snel door alle andere dingetjes heen. Maar goed, we hebben kunnen doen wat we wilden doen. Jullie ook? Ja, ja, wij ook. Niet veel gezien natuurlijk. Nee. Maar goed, bedankt in ieder geval weer voor het kijken. En tot de volgende. Doei! Doei!